ik heb een vraag van Sophie. Mm. Die heeft in Gambia gewerkt voor het World Food Program. Mm. En die vraagt zich af wat u vindt van de voedselhulp van die organisaties zoals het World Food Program, maar ook UNICEF. Die bijvoorbeeld maaltijden verstrekken op scholen of eten voor werk. Nou, je hebt verschillende soorten voedselhulp, hè? En je hebt ook verschillende soorten situaties. Kijk, acute situaties waar mensen in vluchtelingenkampen zitten, en die moeten natuurlijk gevoed worden. Het liefst wil je die voeden met voedsel wat lokaal is gekocht, zodat je daar een markt in stand houdt en dat je een reden hebt daar voor de boeren die er nog zijn om te produceren. En ook omdat je zoveel mogelijk dan voedsel krijgt wat lijkt op wat mensen gewend zijn te eten. Daar voldoen niet al die programma's aan. Dat food for work, dus dat je iemand uitbetaalt in voedsel als hij werk doet, de ervaringen daarmee zijn niet zo heel erg goed. Want mensen willen liever inkomen hebben dan voedsel. Het bezwaar natuurlijk van inkomen, en daarom is het ooit zo bedacht, is ja, dan gaan mannen ermee naar de kroeg en dan kopen ze misschien het verkeerde. Maar toch, je geeft mensen meer autonomie over het algemeen als je ze op langere termijn betaalt gewoon een inkomen. Nou kan je dat oplossen door bijvoorbeeld ze een maaltijd te geven en ook een inkomen. Dat is denk ik al een betere oplossing. Er is wel wat voor te zeggen voor schoolmaaltijden. Omdat je daarmee echt een reden hebt om kinderen naar school te brengen of te laten gaan. En kinderen eten slecht en leren daardoor slecht als ze te weinig te eten krijgen. Dus daar kan ik me nog iets bij voorstellen, dat je dat selectief doet. Maar het grote probleem van dit soort dingen is dat het een tijdje doorgaat en dan houdt het weer op. En dan gaat iedereen weer niet naar school of dan houdt het werk weer op. En soms zijn die food for work projecten, ja, dan wordt er een weg aangelegd en vervolgens wordt het niet onderhouden. Dus tenzij het deel uitmaakt van een groter geheel, van een groter ontwikkelingsplan, waarbij je ook veel meer doet bijvoorbeeld om die scholen of dat werk echt ook zinvol te maken, dan zijn het echt druppels op de gloeiende plaat. En dat wil niet zeggen dat natuurlijk mensen die honger hebben moeten gevoed worden. Hè? Daar is absoluut geen discussie over. Maar je moet wel zorgen dat je dat de lange termijn zo goed mogelijk aanpakt. Dus ook door mensen proberen dan mogelijkheid te geven om zelf wat te gaan verbouwen, om een markt te creëren. Inkomen is het sleutelwoord.